gaan over wat is nou... Ik heb lesgegeven en gesprekken aangegaan met drie HAVO-leerlingen over wat eigenlijk respect is en hoe je dat in de dagelijkse praktijk toepast. We hebben het bijvoorbeeld gehad over als je jong bent in Wassenaar en op een bankje zit. Ja, wat gebeurt er dan en hoe ga je het gesprek aan dat je daar rustig mag zitten als je je daar netjes gedraagt? Terwijl ze best wel ervaring hebben dat ze soms een beetje worden weggekeken. Nou, wat kun je er dan aan doen om het gesprek aan te gaan met buurtgenoten en op een goede manier met elkaar om te gaan en samen te leven? Is er iets wat je opviel aan de antwoorden van de leerlingen zelf? Ja, dat ze eigenlijk heel goed doorhebben wat bijvoorbeeld maakt van hoe je met elkaar een goed gesprek voert. Hè, verdiep je en verplaats je in een ander. Bewaar rust. Begin niet meteen met je mening naar voren te zetten op een luide wijze. Maar dat wat je erin stopt, krijg je er voor een belangrijk deel een reactie ook uit. En dat hebben deze leerlingen al heel goed door. En soms dat het ook belangrijk is, en zo hebben we bijvoorbeeld ook over sport gehad, dat je soms ook gewoon spelregels met elkaar afspreekt. En dat betekent dat je naast je praat ook luistert naar de argumenten van een ander.